Arno Jensen, dank u wel voor het meten. Guido Brandt, graag welkom. En. Ik wil graag welkom. Mooie pakker. Het Poolse orkest was hier ook volgens mij nog ergens. Ja, het stuk doen. Maar natuurlijk. Van harte welkom heten wij onze echte voorbeelden. Onze helden. Ik weet niet wie die toespraak heeft geschreven, maar het wordt steeds erger. De mannen die de Nieuwe Orleans straat juist naar onze Scheldestad, het Nieuwe Orleans aan de Schelde hebben gebracht. Schelde, helden. Stap de linker. Maar ze zijn wat ouder dan het gemiddelde oude jazzstijl publiek. De muzikanten van de Brandaris. Hey! Sommigen hebben een beetje moeite met lopen. Anderen met muziek maken. Sommigen van dit illustre gezelschap hebben hun hele leven al moeite met muziek maken. Een soort laatste der Mohikanen. En dat zijn dan onze helden. Wij. Ze verdienen een ereplaats. Maar jongens, de ereplaatsen. Die zijn op het lijf geschreven van deze muzikanten. De heren van de Brandaris. Ik zou jullie naar voren willen komen. We hebben een mooi plaatje voor jullie gegeven, zie je? Zet hem even op de rem! Dat je hem op de rem moet zetten! Nou, nog een verpleegster en een stoma. Er staat hier ook bij een blaadje Frans regel 2 bladen bier voor de aanwezige orkesten. Frans is nieuw, hè? Dus tot zover gaat het nog allemaal goed. Jullie mogen het volgend jaar weer doen. Even kijken, Brandaris zit, staat ook op het blaadje, dus dat gaat ook goed. Even kijken, we hebben vernomen dat jullie illustre gezelschap, daar staat het weer, E-B-J-S-O. 1, 2, 3, 4, 5, klopt. Brandaris, de traditie heeft om tijdens bijzondere uitjes met winteren bestemmingen drankjes aan te bieden die niet geweigerd mogen worden. Zeker aangezien de ONO tegenwoordig door het leven gaat als hotel en korpsballen, hebben wij vernomen uit BN De Stem. Ik weet nog steeds niet wie de reactie eronder geplaatst heeft, maar dank u wel daarvoor. Maar kom nog wel in de loop van de middag. Daarom, daar was ik niet bang voor, Joost. We willen deze traditie van jullie in eer houden en bij deze willen wij jullie wat aanbieden. Kan iemand even wat inschenken? Ik is gewoon gier. We beginnen met een appelburger. We laten rustig beginnen. Hey, jongens, dat is goed voor de stoel. Gaan we ook even. En volgens betrouwbare bronnen mag er niets geweigerd worden. Ja. Zo. Laten we als ONO zijn er gewoon met jullie even meedrinken, want dan voelt het wat vertrouwder misschien. Zo smaakt het ook. Nieuwe straatorkesten ontvouwen zich. En de ONO is duidelijk nog in een leerproces. Dat kun je goed zien. Bovendien, wij zien ook een beetje de strenge hand van Frans van Vliet in het geheel. Ook een man die wij hebben opgeleid. Dus ik denk ook dat toch merken in de muziek. Heren, het was een buitengewoon aangenaam. Dankjewel voor de leuke ontvangst. We hopen dat volgend jaar
minstens zo aardig zal zijn. Alleen ik heb geen idee welk orkest dat gaat doen. Het staat niet op het briefje, maar we willen nog bij jullie heel lang doorgaan. Dus jullie mogen het volgend jaar weer even overnemen. Ik ben zo daarover overleggen. Ja, heren. Als Bandaris even een momentje graag, want ik moet zeggen, de Uno Jazz Band heeft het fantastisch opgepakt op één klein puntje na. Het gaat hier natuurlijk wel om de eerste, Bergse lantaarnpaal, die geen Bandaris mag heten, de Brandaris! En daarom stond er ook een kleine quote in de krant. Oh, Dirk. Nee, niet dat jij dat hebt geschreven, maar tenminste, dat vertel ik direct. Maar wat is jouw code? Nee, het is echt Dirk niet geweest, hoor. Heren van de Uno. Want ook zijn wij hier om jullie 15-jarig jubileum te vieren. En natuurlijk had niemand ooit verwacht dat jullie dat zouden halen. Nee, maar ik heb gisteren met jullie mee mogen spelen. En mensen, ik kan het echt uit de grond van mijn hart zeggen. Af en toe zijn ze echt wel lief. En vriendelijk. Maar, zoals een quote in de krant zegt. En de krant heeft altijd gelijk. Onder jullie mooie stuk stond. De minst sympathieke jazzband op de foto gezet. Altijd alsof je Houtijnen korpsballen voorbij ziet komen. Doe mij die fleurige mannen van de Mayday maar weer. Dus ja, wij zijn op zoek naar deze persoon. En die krijgt natuurlijk een backstage kaart voor het leven. Maar, speciaal voor jullie hebben we natuurlijk wel een cadeau. Want dat zijn die andere orkesten natuurlijk vergeten. Dus ik wil even vragen of... De directie, of hoe heet dat, Dirk? Oh, het decorum van het korps even naar voren wil komen. Het bestuur wil jullie graag een beetje opfleuren, zodat jullie net als ons zo fleurig en vrolijk door het leven kunnen gaan. Dus namens de Mayday hier een klein cadeautje. Thank you.